Ik lig hier lekker in het water te dobberen bij boot 2010 in Roermond. En als het goed is gaan we hier genieten van, zoals je ziet, heel veel waterplezier, een paar boten en heel misschien ook wel lekker weer. Ik ga even rondkijken en neem een duik in de diepte. We zijn van de Roermondse onderwatersportvereniging en wij laten hier zien dat niet alleen sport boven water mogelijk is, maar ook onder water met deze duiktank. Nou, boot 2010, dat is de tweede keer. Kunt u even kort uitleggen wat boot is? Boot is een nautisch maritiem evenement wat opgezet is voor de watersporter die kennis wil maken met, maar ook de verwoed watersporter die ervaring heeft met. Dus we willen proberen de bezoeker die hier komt actief te betrekken bij het hele gebeuren rondom watersport. En wat is nou het verschil met vorig jaar? We zijn sowieso verdrievoudigd, dus dat betekent dat we gewoon veel meer mensen hebben die uiteindelijk als exposant hier op deze beurs aanwezig zijn. Dus dat betekent zowel voor de sloepen, voor de boten, voor de jachten is het gegroeid. De activiteiten zijn gegroeid, er zijn zaken bijgekomen zoals een vikingboot, zaken die zijn als een Europese primeur van boten. Dus we zijn gewoon gegroeid, simpelweg. Enig. Ja, ik heb wel een zwemvest op. Een beetje bang ben ik altijd wel, hè. Ja, we hebben hele leuke kostuumen en was een goede kapitein. Ich bin ein Wikinger-Darsteller, ist mein Geschäft auch, mein Business. Und ich mache historische Darstellungen in der Wikinger-Vereinigung. Und habe Bootsbau gemacht jetzt und bin auch Schmied. Ist so ein Bootstyp aus dem 9. Jahrhundert aus Schweden nachempfunden. 8 Meter lang, 2,50 breit. Und hat einen Tiefgang von 20 cm. Also wir brauchen nicht viel Wasser unterm Kiel. Und können jetzt ohne Probleme 14 Leute mit an Bord nehmen. Ich stehe hier zusammen mit meneer auf einer hele besonderen Boot. Könnt ihr mir even vertellen, warum diese Boot so besonder ist? Ja, absolut. Normal gesproken zijn motorboten zijn altijd met een dieselmotor aangedreven. We hebben besloten bij Linse Jachts om een hybride boot te maken. En een hybride boot houdt in dat hier een elektromotor in zit. En je kunt dus met deze boot fluisterstil varen. De toekomst? Dat is de toekomst. Ja, kijk maar naar de auto's. Hè. Er zijn ook heel veel hybride auto's. En dat schijnt ook de toekomst te worden. Dus wij doen het gewoon met boten. Kan ik die motor even zien dan, ja, als die zo bijzonder is? Ik zal het luikje hier openmaken. Ja. Kijk hier, dit kleine ding. Dit is de motor. Dus hij is... Buiten dit hybride jacht waren er nog veel meer snufjes op boot Roermond. Zoals een lift die je boot uit het water kan tillen. Volgens de verkoper een product met veel potentie in Nederland. Waarschijnlijk wel. Het is sowieso dat er heel veel water is in Nederland. En dat de mensen die boten hebben eigenlijk toch altijd dezelfde problemen hebben. Het zijn mensen die heel weinig tijd hebben. En eigenlijk als ze willen gaan varen, willen ze ook meteen leuk en gemakkelijk kunnen gaan varen. En met dit is het eigenlijk dat je geen onderhoud meer hebt. Dus je hebt heel veel vaarplezier. Nou, wij zijn Schepers Rensport en wij racen met boten. En vandaag zijn we op Boot Roermond en we presenteren onze eigen twee boten en nog een paar boten van andere piloten. Kun je iets over de boot vertellen? Ja, mijn boot is dus een Formel ADAC boot. Deze wordt eigenlijk alleen maar in Duitsland gevaren. En ik vaar dan ook mee in het Duitse kampioenschap. Mijn boot gaat ongeveer topsnelheid 110 km per uur, maar dan wel met een standaard 40 pk motor. En wel een racepropeller en een race onderwaterdeel, wat het juist zo snel maakt. Okay, en wat gaan jullie hier doen vandaag? Vandaag laten we ten eerste iedereen zien wat we doen en hoe zo'n boot er eigenlijk uitziet. En we vertellen hoe snel we kunnen en dit en dat. Maar dadelijk laten we het ook zien op het water. Gaan jullie racen? Ja, we gaan racen. Dadelijk staan we met vier boten staan we dadelijk op het water. En we zullen eens laten zien wat we kunnen. We bulderen er vandoor. De organisatie van Boot is tevreden met de hoeveelheid publiek dat er op het evenement is afgekomen. We hadden vorig jaar om en nabij de 5000 bezoekers over 2 dagen. En we hebben bijvoorbeeld gisteren op de zaterdag hebben we al meer dan 5000 mensen hier gehad. En volgend jaar weer? Volgend jaar weer. We gaan voor groei. Dus dat betekent gewoon dat we proberen dit evenement verder zo neer te zetten dat het een continuering is voor Roermond als waterstad. En Midden-Limburg als waterplassenregio. En dit was Boot Roermond 2010. Ik vaar er weer vandoor en volgend jaar wordt het waarschijnlijk weer een groot succes.